Hartelijk welkom bij de allereerste Gert-Jans Keuze van 2016. De allerbeste wensen voor u en uw naasten, zowel privé als zakelijk, namens heel Runsies. Ook in 2016 gaat het Runsies-team op aardappelen, groente en fruitgebied het weer waarmaken voor u en natuurlijk voor uw gasten. Aanstaande maandag tot en met donderdag staan we op de Horecava bij het wedstrijdpodium van het Koksgilde. We staan er met veel mooie producten. We willen u dan graag meer vertellen over hoe de teler Mark op Texel zijn zeekool teelt. Zowel de scheuten als de meer volwassen. En wat heeft deze pot ermee te maken? Ook Ricardo, de shiitake-teler uit Portugal, is aanwezig. Hij vertelt u graag van alles. Op de Horecava willen we u ook graag exclusief laten proeven 3 dennetoppen variaties in de azijn, siroop en gelei. Ook de gezeelte aardappelen worden net als de zeekool geteeld op Texel door Mark. Tevens op de beurs hebben we een introductie van Keltenhof, een Duitse teler, een culinaire hit in Duitsland. En ook deze pot wordt gebruikt door Keltenhof, maar dan voor een heel ander product, voor de frisée. U kan het allemaal gaan zien op de beurs.